Oké, zo was het er. Welkom bij een nieuwe boottutorial. En deze episode gaan we dus beginnen met de poort. Jullie dachten waarschijnlijk al van, we hebben al een stuk muur kunnen maken. En we hebben een stuk muur. En daarom dacht ik van, laten we meteen die poort erbij maken. Zoals je kan zien, het is een vrij nette poort. En wat we gaan doen, we gaan hem hier bouwen, hierachter. Want hier moet ook nog een poort komen. We zijn al een beetje verder gaan met de stad, maar niet echt veel. Maar er komt vordering in. We gaan beginnen door een paal te maken. En die paal die wordt vrij hoog, want als je die paal hebt, die moet ongeveer hier komen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, heb je hem. Nou, wat we gaan doen, ik ga het even versnellen, want dit is een rotstapje. Dus ik ga het even met World Edit ga ik kopiëren. Dus huppakee, slash copy, 1, 2, 3, slash paste. En dan doen we hier eentje. En dan doen we hier eentje. Dan zul je zien, de slash undo, die valt een beetje. Dan kan je zien dat je al een grotere vorm hebt voor de toren. Nou, wat we nu gaan doen, we gaan beginnen met deze, wat hier in het midden komt te maken. Dat heet een soort van de poort zelf. En dat gaan we doen door middel van deze 6 hoog te maken. Daarna 2, daarna 1, vervolgens nog een keer 1. En dan dit precies aan de andere kant gewoon weer door te halen. Of, nou, je kan hem op zich in, ja, hoe had ik dat nou gedaan met die? Even zien. Ja, klopt wel. Dit klopt gewoon voornamelijk. Dus we gaan gewoon hier, gaan we nou dat ding verder naar beneden maken. Nou, dan zul je straks zien dat je een mooie boog hebt. Nou, dan is deze boog gemaakt. Nou, wat je dan nu doet is dat je hem door gaat trekken op deze manier. Oh, sorry, dat was even iets verkeerd. Ik heb hem ook precies op het midden gezet. Klopt ook niet helemaal. Wat we nu gaan doen, is we maken dit allebei aan. Of maken we dit weer aan de zijkanten van. Zo, zo. En zo. Kijk eens. Nou, dan heb je eigenlijk nu dat middelste stuk nog een keer nodig. Door het hier nog een keer te doen. Je krijgt hem eigenlijk 3 breed. Dus dan zul je zien van waarom nou 3 breed? Dan maakt zelfs de binnenkant wat mooier als je er doorheen loopt. Het geeft meer stijl aan de muur of aan de poort, weet je. Nou, dan heb je dat gedaan. Zo kan je de middelste eigenlijk weghalen. Nou, wat ik dan meestal doe, maak eerst al het middelste stuk, zoals ik nu aan jullie niet zien. Dan kan je gewoon daar die stukken precies tegenaan zetten, daar heb je nergens last van. Maar het hoeft bijvoorbeeld niet echt. Maar ik vind dat er wat chill om te doen. Nou, moet even kijken, want je kan hem volgens mij zo doen. En dat is ook wel goed. Want dan kan je hier een stone of een sandstone ster op zijn kop tegenaan zetten. Waardoor het lijkt dat hier steun komt. Nou, wat ik dan ook meestal doe, is hier nog wat in de hoek zetten. En aan de andere kant. Maar aan de andere kant hebben we nog geen toren. Maar dat hoeft nog niet. Dat is dan niet belangrijk. Wat we nu gaan doen, we gaan nu deze hele muur gaan we maken van deze toren. Het is een flink stuk, dus houd dat gewoon goed in de gaten. Zo. En dan doen we dit stuk, doen we alvast eentje onder. Dan zetten we daarop een stones ster. En wat we dan continu gaan doen, is zo. Om de, hierboven gaan we dan die smooth sandstone, gaan we dan telkens omste beurten, gaan we die hier neerzetten. Dan denk je waarom? Nou, dat kom je zo te zien. Maar dit slaat meer aan op hoe je de muur gaat maken. Dus uiteindelijk krijg je dan krijg je meer vorm in je muur, zo gezegd. Dan heb je dat gedaan. Dan ga je die rijen van normale sandstone ga je helemaal vullen. Waardoor je een soort van geblokt schema krijgt van je van de toren. Nou, dan denk je al van, oh nou, we zijn al best wel ver. Ja, dat klopt. Het is een vrij groot stuk wat ik al heb gedaan. Nou, wat we dan gaan doen, dat gaan we dan exact aan de andere kant ook weer maken. Kijk maar. En zo flink door. En dat doen we ook aan de andere kant. Dus uit een gegeven moment heb je dan die torens gemaakt. En dan gaan we straks bezig met de kop. Maar eerst zit ik even te denken van als we nou dit hebben gemaakt, dat we dan nog heel even iets gaan doen. Ja, je kan de toren kan je ook op verschillende manieren vullen. Ik heb ook wel zo'n ideetjes gedaan voor ook op deze map. Dat je boven in de toren kan komen.
Deze poort staat ook in Tale of the Empires. Echt exact dezelfde. Die muur alleen niet. Het is op zich... Ja, ik denk van ik wil wel iets variatie houden tussen mijn bouwwerk en tussen Tale of the Empires. Maar ga er maar gewoon vanuit dat als je deze poort hebt, dat je dan exact dezelfde hebt als in Tale of the Empires. Kan je Tale of the Empires echt gewoon nadoen. Nou, niet dat het leuk is of zo, maar op het gebied van nadoen. Maar dat moet je helemaal zelf weten, ik ga er niet over. Ik vind het leuk dat je in ieder geval mijn bouwtutorials kijkt. Nou, dan gaan we even wat versteviging aanbrengen. Waaronder je al dacht van, hey, what the fuck, wat ben je nu aan het doen? Ja, dat klopt. Nou, we hebben nu die verstevigingen aan de zijkanten gemaakt, maar we willen ook nog versteviging hiervoor. Waardoor het lijkt dat die ook nog wat stevig op de grond staat. Nou, dat doe je aan allebei de kanten door middel van een smooth sandstone blok hier neer te zetten en daarop een ster. Nou, op een gegeven moment zie je dat de hele onderkant al goed is. Maar wat je dan nog wilt doen, je wilt die binnenkant nog gevuld hebben. Dus dan maak je gewoon een rechte lijn van hout, maak je zo naar boven. Oh, en dat doe je hier ook. Het is niet zo moeilijk. Het is vrij simpel. Nou, en dan zie je dat de hele muur gevuld is. Maar je wilt natuurlijk ook nog wat decoratie in die blokjes. Dus je plaatst nog wat hekjes erin. Nou, hekjes zijn geplaatst. Nou, dan is gewoon dat deel van de muur is gewoon af. Maar dan gaan we het even precies aan dezelfde kant doen. Maar dan ga ik dit vast even kopiëren. Want het kopiëren is altijd toch wel wat fijner om te doen dan, andersom. Nou, even zien. Sorry. Dan gaan we het zo doen. Want we doen het gewoon lekker zo makkelijk. First position. En dan gaan we hier naar second position. Ietsjes erboven. Maakt niet uit. Hoppakee. /copy. /rotate. Dat gaat 180 graden draaien. En dan moeten we even kijken waar die komt. Want ik heb hem daar gezet. Ik denk dat die, als het goed is, dat die hier komt. /paste. Even zien. Ja, en hij klopt. Wat we dan gaan doen, we gaan dan even dat hout gaan we even wat langer maken. En aan de andere kant trekken we ook de balk door. Nou, zo zie je al dat er best wel snel een poort komt. Hier moeten dan ook alleen nog even hekjes in. En ook aan de andere kant voor de mensen die dat nog niet hebben gezien. Dat geeft dan nog wel even de detaillering weer. Maar we gaan nu beginnen met een middenste stuk. Nou, wat je gaat doen, je pakt dus een normale sandstone. En die trek je flink door. Of langs de rand. En dat doe je gewoon op deze manier. En dan op een gegeven moment ben je dan één keer rond. Maar dan denk je van, ik vind die zijstukjes vind ik nog een beetje koud. Nou, wat je dan kan doen, dan kan je gewoon smooth chiseled sandstone bij doen. En plaats je dan gewoon een keer regulier hier tussen. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Geef wat meer, wat een extraatje weg aan je muur. Vervolgens zie je dat je deze blokken hebt. Daar zit een normaal sandstone blok achter. Tadaa, daar heb je een sandstone blok, want dat ga je zo zien. Wat we nu gaan doen, we gaan nou deze, gaan we gewoon allemaal stairs, gaan we hier zo neerzetten. En dan doen we op de tweede rij, doen we ze op zijn kop er tegenaan. En dan doe je ze weer normaal zo. En dan doe je er nog eentje op zijn kop zo tegenaan. Dan kan je hierachter nog dit doen. Nou, dan zie je dat je een meer vorm krijgt in je moment. Dat is wel vrij mooi. Ik zou dan hier eigenlijk ook nog even een chiseled neerzetten. Dat is op zich ook wel vet. Dan doe je dat exact ook bij hier. Ik weet niet hoe ik ze nog plaats. Ja, zo. Oké, dat klopt. Nou, dan zet je ze zo. Maakt niet uit. Dan zet je ze zo weer op zijn kop er tegenaan. Hier zet je ze weer normaal. En hier weer op zijn kop. Nou, dan heb je al een vrij flinke poort. Maar wat je nog wil, je wil nog kantelen toevoegen. Nou, wat we dan doen, dan zetten we gewoon normale sandstone stairs op zijn kop hier tegenaan. En daartussen zetten we dus gewoon sandstone slabs. Nou, dan heb je in ieder geval ook al iets waar je kantelen op kan bouwen. Vind ik vrij simpel om te maken, maar dan gaan we in ieder geval eerst sandstone stairs op deze manier er neerzetten. Daartussenin zetten we gewoon smooth sandstone. En daarbovenop doe je weer gewoon slabs. Nou, kijk. Daar zijn je kantelen. Eigenlijk is nu de hele voorkant af. Misschien nog even dat hier aan de zijstukjes, dat je dan om het dicht te maken, dat je dan gewoon één lichte lijn hier, of rechte lijn, gewoon hier naar boven trekt. Zo, en dan zie je dat je in ieder geval niet echt veel last meer hebt van die luchtgaatjes, zo gezegd.
En als je dan denkt van dat hout vind ik lelijk, nou dan kan je hier gewoon, tada, slabs neerzetten. Nou, niet zo moeilijk. Dan zie je in ieder geval het hout niet meer. Wat ik dan eigenlijk ook wel leuk vind om te doen, is dan hier in het midden gewoon nog een normale lijn van hout aan te leggen. Nou, dan zie je dat dat ook is. Nou, dan heb je gewoon je voorkant af met de poort. Maar ja, oké, een klein detail. Dus door dit te doen, dan zie je die locks niet meer zo erg. Maar dan zie je in ieder geval dat je dit al hebt. Ik vind het al vrij wat. Maar dan gaan we nu beginnen met de torens. Nou, de torens zijn wat moeilijk, of op zich wel simpel om te maken. Je zet gewoon ondersteboven sandstone stairs zet je daar tegenaan. Nou, daarop zet je dus zo'n blok. Dus smooth sandstone. Nou, dat doe je aan alle kanten weer. En dan zet je daarop een sandstone blok. Gewoon regulier sandstone. Oh. En daarbovenop zet je sandstone stairs. Nou, op een gegeven moment heb je ook die sandstone stairs te staan. Het is niet echt het moeilijkste taakje. Maar dan zie je ook alweer dat je de uitleiding hebt gehad van, ja, van dit. Wat we nou gaan doen, zet hem nog één keer. Oh. Wauw, man. Kom op. Ja, oké, zo. En dan doe je in het midden, doe je dan gewoon een smooth sandstone blok. En daarbovenop zet je dit op. Dan zit je hier tussen, zet je dan weer sandstone stairs. En dan zie je dat je de kop eigenlijk al hebt van je toren. Nou, dat is al flink wat, maar dan wil je die andere stukjes ook nog doen. Nou, dit stuk laten we wel open, want je wil hier eigenlijk nog met je muur verder gaan. Dus dit stuk zal ik niet behandelen. Het testje is op zich niet zo moeilijk. Ik zal het even laten zien hier. Want wat ik heb gedaan, ik heb gewoon die muur heb ik er gewoon recht tegen aangebouwd. Dus eigenlijk zo gebeurd, zoals je kan zien. Het is gewoon recht attached en dan heb ik hier eigenlijk gewoon nog een soort van laag die we hier ook hebben gemaakt, heb ik gewoon hier recht op de muur gebouwd. Nou, dan moet ik hier nog eventjes deze in. Maar dan krijg je ook die bij die toren. Nou, dan gaan we heel even snel terug. Speed 5. Speed 1. Kijk, dan zie je in ieder geval dat we hier nou eventjes, ja, ik kan het hier wel voordoen op zich, dus daar gaan we niet echt moeilijk over doen. En, hupsakee. Gaan we dit eerst eventjes afmaken, want hier wil je eigenlijk op gaan lopen als je een guard bent, of weet ik veel wat voor je storyline, of weet ik veel wat je ermee wilt. Het is op zich wel gewoon, ja, ik vind het gewoon wel een vette muur voor sandstone staal. Het is niet echt je NAVA-stijl op dit gebied. Gewoon proberen deze muur af te maken door middel van sandstone. Nou, wat je doet, maak de sandstone maak op plaats wel hoger, waardoor je in ieder geval dit creëert. En uiteindelijk, ja, gewoon hier dan een ster kan plaatsen. Zo. Nou, wat we dan doen, we pakken smooth sandstone. Tada. En tada. En dan plaatsen we die hier. Plaatsen we die hier. Plaatsen we die hier. En dan plaatsen we die hier. Vervolgens doen we hierop weer een, hier een full blok en dan maken we hier weer een rij met normale shit en dan uiteindelijk krijg je een kanteel, nou, deel van de torens af. Nou, dat kan je ook aan deze andere kant doen, maar dan gaan we het gewoon even vanaf dit punt gaan we de toren maken, zo. Kijk eens aan. En dan plaatsen we hier op een smooth sandstone. Hier nog twee normale stairs en dan doen we dat hier nog even. En dan zul je zien dat je hier dus ook een mooi toren hebt. Tada, daar is je toren. Nou, hier moet dan nog eventjes dit in. Nou, kijk eens. Mooie, volle toren. Nou, hoe die toren dan nog verder gaat invullen, vrij simpel. Huppakee, kijk eens. Ik kan het eigenlijk ook gewoon met volle blokken doen. Maar ik doe het gewoon lekker met typische sandstone, want het is gewoon een sandstone toren. Tada, dan heb je dan gewoon een mooie sandstone toren. Dus ik kan zien. Nou, die is nou gewoon vrij gevuld. Je kan hem ook gewoon nog zo doen. Dat je in ieder geval op de randen wat meer verhoging hebt, dat je meer kan zien. Nou, ik zie nou op zich al best wel veel, maar dat kan dus ook gewoon doen. Nou, wat we gaan doen, ik ga nog één keertje helemaal rotaten. Door middel van dit. Zo. En dan doen we hier slash post 2. Even zien, slash post 2. En dan gaan we even kopiëren vanaf de helft.
/copy. Zo, hebben we nou /copy gedaan en dan doen we /rotate 180. En dan doen we /paste. Nou, dan zul je zien dat nu gewoon aan beide kanten de torens nou helemaal volledig af zijn. En dat hier een deel van de muur nog wel weer terug moet komen, dat heb ik net eens laten zien. Gaan we nog één keer op die hele muur bouwen. En dat kun je gewoon heel vrij simpel doen door gewoon, hoppakee, 1, 2, zo. En dan een vol blok. En dan uiteindelijk hier, sandstone stairs. En kijk eens aan, zo. Ondersteboven. Niet ondersteboven. Oh. Ondersteboven. En hier dan eigenlijk een vol blok. En uiteindelijk, tada. Nou, dan heb je gewoon eigenlijk je poort gemaakt. Je moet deze eigenlijk dan gewoon een verbintenis brengen met je muur. Dat kan je gewoon vrij simpel doen. Dat is gewoon een aansluiting. Maar ik zou hier nog even de binnenkant ietsjes decoreren. Waardoor het toch wel wat mooier lijkt. Even dit nog snel doen. Zo, kijk eens. Oh, wacht. Hier moet dan eigenlijk zo'n dingetje in. Maar wat je dan kan doen, je maakt dan gewoon hier een sandstone stair. En dan doe je dat telkens op de hoogste. Zo, hier één. Hier één. En dan hier weer eentje. Oh. Je kan hem eigenlijk ook gewoon vullen met materiaal. Ik heb mezelf gebruik ik hier meestal gewoon obsidian voor. Dat je toch een best wel vrij dunne muur hebt. Dus ja, als je er zand in gaat doen, dan zijn ze nog een keer doorheen geblazen. Maar ik denk dat het gewoon het verstandigste is als je hier gewoon obsidian in doet. Want dan moeten ze eerst nog door de muur heen hakken. En dat is meestal wel vrij kut voor die mensen. Oké, ja, ik heb hier nog één klein stukje. Dus laten we nog even de laatste kleine details toevoegen aan de muur. Dat hij gewoon aan allebei de kanten gewoon lekker goed loopt. En dat hij gewoon er goed uitziet. En hier nog eventjes. Zo, zo. Oh, shit. Zo. En dan doen we ze hier op zijn kop gewoon weer tegenaan. Gewoon vrij simpel. Nou, deze bouwtutorials zijn er gewoon om jullie te helpen. Dus vinden jullie dit gewoon leuk? Doe dan even een duimpje omhoog, want dit was hem alweer, de episode. Nou, als je dus gewoon eventjes dit gaat nabouwen en dat je er gewoon een vrij leuk iets van maakt, dan kan je er gewoon lekker veel mee doen. Oh, wacht, ik zie hier nog één klein foutje. Bijvoorbeeld daar een ster staat. Maar vind je dit gewoon leuk? Wil je meer bouwtutorials zien van mij, de Don Leon, oftewel Leon van Watch Jagger? Doe dan even een duimpje omhoog, want ik vind het al een vrij lijpe game geworden, man. Dus vond je dit ook een leuk episode van deze bouwtutorial? Doe een duimpje omhoog. Abonneer, reageer of wat je ook wil op dit kanaal. Het zou echt gewoon lijp zijn als jullie me blijven supporten voor deze muur. En voor meerdere gebouwen. Ik blijf op de hoogte van jullie. Als jullie gewoon vragen van wat ik moet bouwen, zet het graag in de descriptions. Ik ga proberen het voor jullie te ontwikkelen. Zodat ik dan uiteindelijk het voor jullie kan bouwen in een bouwtutorial. Nou, bedankt voor het kijken. Later mensen. Houdoe.